Op het hoofdstation van Groningen biedt NS sinds vandaag ook een elektrische OV-fiets aan. De zogenaamde OV-e-bike. De komst van de fietsen is onderdeel van een proef die een jaar zal duren. Daarmee is Groningen de derde stad in Nederland waar NS de fietsen introduceert. We hebben een geselecteerde basis van reizigersprofielen. En aan de hand daarvan hebben we gekeken welke stations voldoen daar met name aan. En daar is onder andere Groningen uitgekomen. Hier zijn met name jonge reizigers, grotere afstanden ook naar het achterland. Veel mensen die na transport met de bus gaan en taxis. Dus daar zien we wel meer mogelijkheden dat ze ook de e-bike kunnen gaan gebruiken. In de stalling stonden al ruim 1000 gewone OV-fietsen. En daar komen nu dus 30 elektrische exemplaren bij. Het grootste verschil is natuurlijk de ondersteuning van de elektrische fiets. Hij is iets duurder in het tarief, 10 euro in plaats van 4,15 euro. Maar je krijgt er wel een hoop gemak voor terug. De fiets heeft een actieradius van ongeveer 110 kilometer als je hem op de economische stand gebruikt. Op de hoogste stand kom je nog steeds tussen de 50 en de 60 kilometer. Dus dat is eigenlijk ook best een heel eind. De klant kan zelf niet de fiets opladen. Ze kunnen er wel voor kiezen om hier de accu om te laten wisselen voor een volle accu als dat nodig is. Ik hoef niet heel ver te fietsen. Het is nog wel te doen met een normale fiets dus. Ik hoef niet per se een elektrische fiets ook, zeg op dit moment. Ligt eraan hoe duur ze zijn. 10 euro. Nee, dat niet. Ik ben jong, ik kan nog goed fietsen. Nou, het hangt wel een beetje van de afstand af, want nu is alles wel relatief dicht bij huis. Maar stel ik moet echt verder naar Haren of naar werken, dan is het wel te overwegen. Gedurende de pilot wil NS in kaart brengen of de komst van de e-bike loont. Na een jaar maken ze de balans op. Is het operationeel haalbaar? Waar lopen we tegenaan? Is het financieel haalbaar? En aan het eind van die pilot gaan we beoordelen of het iets is om het verder uit te gaan rollen. Dan wel dat we zeggen van we laten het hierbij.